Welke route moeten we hebben? Here we go again, to our new destination, Kashkikat, which is much lower, and that's a good thing, because last night we both had a headache again from the altitude sickness. The day started with ice on our body seat, but it soon got warmer. Weer. Hij deed gewoon zijn kop naar me toe. Thank you.
heeft nog even zondag zijn broek aangetrokken. En dan moeten we daar maar weer tanken. We also had another fuel problem in this uninhabited part of Nepal. The CRF has a small petrol tank, and that's quite difficult without petrol stations here. Dat is ook weer link. Die gasflessen. Nou, ik ben benieuwd wanneer die poppetje zo komt. Kan nog wel eventjes, maar... Ik had nog liever even wat zo. Het is wel prettig dat je hier naar rechts gaat. Maar heeft iemand de waterkraan opengedraaid hier of zo? Dat gaat hier al. Oh ja, dat zal wel. Ik zie je. Ik ben er aan nog I heard that weird noise at my chain again. Fortunately, a garage is usually nearby, and it turned out to be a dry chain.
and the mechanic also added some oil to the engine. Hier zie ik het trap omhoog. En daarheen moeten. En hier wil het er weer voor langs. Nou, kijk maar wat die banken doet. Welke? Ik zou die rechter pakken dan. Er staat mij trouwens alles op. Dat lijkt Vietnam wel. Today we are going to Besi Sahar, not by highway, but by mountain roads. That turned out to be quite a challenge. Ach jee. Oh, die is toch stil. Toch stil. Jezus, nu nou, dit is dus een onder hier wel. Ongelooflijk. Ja. Oh, oh, dat die bus hier omhoog gekomen is, joh. Gewoon in de een laten rollen en sturen. Laten we een beetje achter hem erbij pakken, niet voor. Niet te langzaam hoor. Rustig, ja, dan laat het wel op.
zo. The trails get steeper and steeper, and I'm getting really tired of standing on my footsteps. It's getting harder and harder for me. Al hier die bussen mogen komen zijn, ik kan me niet voorstellen, af naar beneden. Wat een pad, ja. Oh. Gewoon als jij de achterkant omhoog trekt, is dat toch een versnelling. 1, 2, ja! Zo. Daar plak hij. Zo. Oké. Zo. And then I fell. The path was so bumpy that I couldn't control the bike anymore. Luckily, I didn't fall hard and there was no damage to the bike. Nou, het ruige pad is nog steeds ruig. Gaat hij een beetje? Nee, ik heb gewoon. Dat is iets ruiger als gedacht, maar goed, terug is ook geen optie. Stad. Dus als je nog een frisse douche wil. Wat een contrast met vanmiddag. Lijken qua leeftijd allemaal studenten. Finally, we arrived in Besi Sahar. It was very busy. Lots of people, students, walked on the street. We had some trouble finding our hotel, despite our GPS and mobile phone. 400 meter. Ja, maar is dat een afslag naar links nog? Nou, vragen aan iemand. Gateway Himalaya Resort. Hè? Niet aan zijn, denk ik. Ja.
We make the booking. Ah, we need your reception's there. Oh, there. There's the reception? Dat moet daar zijn. Visa, Woudy, dat komt wel, hè? Ja. Ja, wil jij even?